Er is een tekort aan personeel op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Dit vertelde minister Reshma Kuldeep Singh gisteren aan journalisten voor aanvang van de RVM-vergadering. Volgens de bewindsvrouw zijn er ook andere problemen. Ik zit te kampen met vervoer. Ik heb een tekort aan personeel, ik heb een tekort aan vervoer. Ik heb gezegd dat we mensen gaan aantrekken. Ik heb ook sollicitaties gestuurd naar diverse ministeries, dat mensen overgeplaatst willen worden als ze willen. En als dat niet zo is, heb ik de president gevraagd om een ontheffing, zodat ik wat mensen en expertises kan aantrekken, zodat het ministerie optimaal kan draaien. Kuldeep Singh zegt verder dat een aantal winkeliers gehoor heeft gegeven aan haar oproep om producten zo zichtbaar mogelijk te plaatsen op de schappen. Ze merkt op dat vooral de situatie in het binnenland, waar goederen vele malen duurder zijn dan in Paramaribo, zal worden aangepakt. Er zijn altijd een paar mensen die zich niet willen houden aan het gevraagde. Het was een verzoek vanuit het ministerie, vanuit de overheid was er een verzoek gekomen. Maar laten we, ik moet eerlijk zeggen, als u zich niet houdt, we hebben een verzoek gedaan. Als u zich niet houdt aan datgene wat we hebben gevraagd, dan zullen we het bij wet brengen of we zullen het in de vergunningsvoorwaarden brengen. Ik ben nu bezig te kijken hoe wij het in de vergunningsvoorwaarden kunnen brengen. Als dat een barrière is, dan gaan we het als wet brengen. Ik ga niet moeilijk doen daarover. Ik heb gecommuniceerd met de winkeliers. En als dat niet gebeurt, als ze niet willen meewerken, dan gaan we het als wet brengen. Simpel. Wat de aanpak van de winkeliers in het binnenland die aan prijsopdrijving doen betreft, zegt de minister dat er daarover gesprekken lopen met de regeringstop. Er moet nog toestemming worden verleend aan het ministerie om te kunnen ingrijpen.